Een jaar lang stond het leven in Papenhoven-Grevenbicht in het teken van de organisatie van het OLS. Na de historische winst van de UM van Schutterij Eendracht vorig jaar in Stramprooi werd onmiddellijk met de voorbereidingen begonnen. Zondag 6 juli was het zover en beleefde Papenhoven-Grevenbicht met vele duizenden bezoekers een gigantisch volksfeest. De ceremoniële opening in de ochtend eindigde om 1 uur toen de gouverneurs van Belgisch en Nederlands Limburg onder de schietboom plaatsnamen om ieder een bulke af te schieten. Theo Bovens won de broederstrijd ditmaal. Het Oud-Limburg Schuttersfeest is van grote betekenis voor beide provincies, zegt hij. Ik denk dat het sowieso het grootste evenement is op het gebied van folklore en schutterswezen, wat er sowieso is in deze provincie. En wat ik erg belangrijk vind, is dat het ook met de andere kant van de grens is. Dus het is ook een verbroedering met de Belgen en Belgisch-Limburgers. En dat is toch wel bijzonder als de wedstrijd voor dit jaar, 175 jaar geleden, van elkaar gescheiden zien. En toch met dit soort feesten merk je toch dat de cultuur en de volkscultuur van een groot deel hetzelfde is. En dan is dat eigenlijk een soort hoegmes van verbroedering in. Het programma begint met de optocht van 148 schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg. Langs de route staat het publiek rijen dik. Op de VIP-tribune is het broeierig warm en kijken 1500 toeschouwers naar de parade die ruim 2 uur duurt. Voorbij komen onder meer keizers en keizerinnen, koningen en koninginnen, bielemannen, marketensters, muzikanten en natuurlijk de schutters. Het is wie van oud, hè? Wie ieder jaar. Ja, keiziek. Vooral mooie koninginnen, hè? Mooie keizerinnen, maar die hebben we nog niet gezien. Hè? Daar zijn we nog op het wachten. Maar ja, dat is mooi. Hoe kom je vanaf? Nou, we komen uit Midden-Limburg, uit Heijen, uit Heur. Oorspronkelijk uit Neretten. Dus we hebben ook wat verenigingen die we hier komen aanmoedigen. Maar geef een beetje groot bereikbaar vandaag? Jawel, tot. Jawel. We zijn eigenlijk zo door kunnen rijden. Geen file of niks. We zijn zo de parkeerplaats op kunnen rijden. Ik vind het geweldig. Heel schoon. Kun je zeggen wat er zo schoon aan is? Ja, de folklore wat erin zit. De strijd, de koninginnen, de uniformen. Ik vind alles prachtig. Dit motto houdt er voor Limburg, vind ik. Zeer belangrijk. En dat moet ook overgaan op de volgende generatie. En gaat dat lukken, denk je? Ik denk het wel. Als ik de jeugdige deelnemers in de optocht zie, wel. Denk het. Zeer zeker. Geef hem papa over het een heel jaar in het teken gestangen van deze dag. Ja, ja zeker. Ja, ja. De ganse jaar bezig geweest. En dat is de morgen toe nog. Dus even de puntjes op de i te zetten. Ja, dus. En we hebben het weer nu met. Hè. Onderweg hebben de deelnemers het niet gemakkelijk. Het is benauwd en de kostuums zijn niet gemaakt voor zo'n drukkend weer. Het deert ze niet, want de schutterijen beleven hun hoogtepunt van het jaar. De deelnemers worden gedragen door het enthousiasme van het publiek. Heer, je hebt een vuurrood hoofd. Waar het zo warm? Ja, heel heet. Heel heet. Echt, het is gigantisch. Hè. Het is, de pakken zijn sowieso al warm. Hè. En dan nog een keer het weer zelf. Het is drukkend benauwd. Maar wel een beetje weer. Wat zo nog wel weg? Ja, prachtig, prachtig echt waar. Als ze zo is, die mensen moeten even de kant staan. Hè. Zo gigantisch veel. Hè. En echt, de commentaar van de lui al. Dat is gewoon magnifiek, dat is het veel. Hè. Is dit de schoonste dag van het jaar voor u? Op een vakantie nou wel, ja. Nee, dus, dit heeft gehad. Hè. En dat moet blijven zo gehad. Hè. Dat mag nooit veranderen, dit hier. Optocht waren wel heavy, waren redelijk lang, 2 kilometer. Daar zie je al heel veel op het trein gelopen. Je loopt zo 2 optochten, zo uitgestrekt is het. Ja, dus het is wel pittig, ja. Kom uit Limburg, dit is een toeswedstrijd ook vroeg? Dit is gewoon een toeswedstrijd. Normaal komen we met bussen. Vandaag met de fiets of met de gewone bus. Ja, het is een toeswedstrijd. En nu? Nu gaan we me opmaken, even omkleden en dan gaan we over 4:15 moeten we de shitbuim zijn. Gaan we even klaarmaken en dan kunnen we beginnen met korpszetten. Op de feestwijze zijn in de middag ook de individuele en groepswedstrijden voor exercitiepelotons, drumbands en vendeliers. Prachtig is het ook om de schoonheidswedstrijden te zien.
Er is zelfs een provisorische kapsalon ingericht waar de koninginnen en keizerinnen op het allerlaatste moment nog iets aan hun kapsels kunnen laten doen. Stilstaan en mooi zijn is nog niet zo gemakkelijk, leren we. Ja, dat is best wel lastig, joh. Het is makkelijker om in beweging te zijn natuurlijk. Het is een kwestie van proberen rustig te blijven en te ontspannen en dan toch een beetje vriendelijk erop steeds. Hoe letten ze op? Op het algemene indruk, gezamenlijk wie ze bij elkaar past qua kleding. Het kapsel, de bloemen, de schoon en ja, dat soort zaken. Wat buur in orde? Ik hoop het, ik denk het wel. Het OLS verloopt tot dusver perfect. De organisatie staat als een huis. Dankzij een geweldige saamhorigheid onder de gemeenschap in Papenhoven-Grevenbicht, maar ook daarbuiten. Zo'n 2000 vrijwilligers helpen mee om het OLS 2014 te laten slagen. Ik denk dat het geslaagd is en sowieso alles zonder incidenten volop. En dat is eigenlijk, moet ik zeggen, dat is ook traditie. Verworven leider aan Stramprooi, 40.000 man en 2 politieagenten op in de fiets. Hè. Maar gaat te zeggen, dat deel. Maar ook als het geslagen is in de zin van dat iedereen plezier heeft gehad. En een hoes geeft en zegt van, ja, dit wordt een fantastisch feest. Of wie voor dat altijd met vastelavond zeggen, zo'n goeie nubbel van heeft gehad. Of nog niets gehad. Dat ze dat echt kunnen voelen. En ik denk dat de organisatie, hij is natuurlijk geslagen. Als heel veel lui met tevreden en lachende gezichten. Strijden en hoes gewoon. En dat ook nog het geld overblijft in de kas. En dat feest is nog lang niet afgelopen. De schietwedstrijden, die aan het einde van de middag nog onder goede omstandigheden begonnen, werden na een aantal pittige buien en met naderend slecht weer uit België in het vooruitzicht uit voorzorg afgebroken. Een besluit dat iedereen begreep. Zaterdag 12 juli gaat de strijd verder. Er zitten nog 76 schutterijen in de race, waarvan 14 uit Belgisch Limburg. En dat gaat allemaal om dat ene beeldje, de NUM. En natuurlijk de eeuwige roem. Van Gover beginnen met